Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We begonnen de dag met veel bewolking en ruige wolkenluchten. Het hing samen met de scheidslijn tussen warme lucht ten oosten van ons land en koelere lucht die er eventjes aankomt. En die scheidslijn lag een groot deel van de dag boven ons land. De satellietfoto laat dan ook veel bewolking zien, maar in de loop van de middag zagen we het in Zeeland als eerste opklaren. Nou, heel voorzichtig schuift die wolkenband naar het oosten weg. En dat betekent dat we de opklaringen op steeds meer plaatsen gaan krijgen. Er zitten nog steeds wat buien bij. Er kan nog een klap onweer bij zitten in het noordoosten, maar vanavond wordt het geleidelijk aan op de meeste plaatsen droog. Het klaart dan steeds meer op, temperaturen tussen de 16 en 19 graden. En tijdelijk een vrij krachtige wind langs de kust, windkracht 5. Die wind die gaat draaien in de nacht en ook al wat afnemen. En dan koelt het vannacht af naar waarde tussen 11 en 13 graden. Dan hebben we morgen een dag met flink wat zonneschijn. Ook al hier en daar wat wolken, maar het blijft droog en de temperaturen lopen al flink op. In het binnenland komen de temperaturen aan 25 graden of zelfs iets hoger en spreken we al over een zomerse dag. Vlak bij zee hebben we temperaturen tussen 20 graden op de Wadden en 23 graden elders. De wind is meest matig uit een zuidelijke richting. Donderdag gaat de wind draaien in de loop van de dag, maar eerst wordt het nog heel warm. Het kan weer tropisch warm worden in het binnenland met 30 tot 33 graden maar liefst. In de kustgebieden 28 graden en in de middag afkoeling, omdat dan de westelijke wind echt wel een rol gaat spelen. Periode met zon, ook sluierwolken en het blijft droog. Dat lukt vrijdag waarschijnlijk niet, dan is er wel kans op een regen- of onweersbui en gaat de temperatuur ietsjes terug. Ook zaterdag mogelijk nog een bui. Temperaturen blijven dik boven de 20 graden. Het blijft dus gewoon zomerweer. En de zomer zit ook behoorlijk stevig in het zadel. Want we zien het kwik geleidelijk aan oplopen vanaf zondag. Dan zit er weer een stijgende lijn in. En komen we waarschijnlijk wel weer boven de 25 graden uit. Uiteraard hebben we te maken met enige onzekerheid in de loop van volgende week. Maar de zomer lijkt het nog voor het zeggen te hebben. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.